Het is elke keer spannend. Gaat de zaak tegen Henk Kuipers door of niet? Maar vanochtend verscheen de oud-Noosrenner voorman gewoon bij de rechtbank in Groningen. Morgen. Goedemorgen. En kon de rechter verder met de inhoudelijke behandeling. De meeste feiten waarvan Kuipers wordt verdacht zijn de vorige keren al besproken. Vandaag gaat het vooral over of de MNA leiding gegeven zou hebben aan een criminele organisatie. Kuipers gaf zichtbaar geïrriteerd uitgebreid antwoord op de vragen van de rechtbank. Ik denk dat het een aantal redenen heeft. Een van de redenen is dat, de gezondheid natuurlijk. Tijdens de vorige zitting er stond afspraak gepland bij de anesthesist. En daarvolgens zou de operatie plaatsvinden. Doordat die afspraak is, moet ik even afzeggen van de rechtbank. Is die operatie ook verschoven. Dus hij wordt pas 24 maart geopereerd. Hij was van zijn buikhernia. Dat wekt wel irritatie op, ja. Kuipers ontkent de aantijgingen. Volgens hem heeft hij niets verkeerd gedaan en heeft hij al helemaal geen leiding gegeven aan een criminele organisatie. Tijdens de vorige twee zittingsdagen klaagden Kuipers en zijn advocaat dat de rechtbank veel te snel door het dossier ging en alleen de negatieve zaken behandelde. Ik moet eerlijk zeggen dat het vandaag dat het iets meer de tijd werd genomen. Ik vind nog wel dat het vrij snel gaat. Ik bedoel, we hebben het over het Harka-dossier, dat zijn toch 9 ordners. Ja, er wordt wel, de voorzitter die had eigenlijk gewoon de pakken samenvattingen bij. En hij leest vooruit de samenvatting. En wat krijg je dan? Dan krijg je bijvoorbeeld, u heeft hier dit gezegd, dat is een samenvatting. Dan pak je het originele procesverbaal erbij. Dan is het veel uitgebreider, dan krijg je de context. Ja, dan heb je toch een iets ander beeld van dan wat er door de rechtbank wordt geschetst of door het OM. In 3 zittingsdagen is de zaak tegen Henk Kuipers dan eindelijk behandeld. De komende maanden wordt Kuipers nog gehoord als getuige in de zaak tegen zijn medeverdachte. Dat gebeurt achter gesloten deuren. Eind september gaat de zaak weer verder en dan komt de officier van justitie met haar strafeis.